Goedenavond. De politie heeft vandaag 32 vluchtelingen opgepakt op het industrieterrein van Moerdijk. Vanmorgen werden 4 mannen en 3 vrouwen uit Eritrea aangehouden. Zij liepen over het industrieterrein en later trof de politie in een vrachtwagen nog eens 25 mensen aan. De illegalen die hadden zich verspreid over het industriegebied. En voor de zoektocht zette de politie onder meer een helikopter in. En ook gisteren was het raak in Moerdijk. Toen vond de politie 7 illegalen uit Eritrea en Oeganda in een vrachtwagen. En op dat terrein is onze verslaggever Erik Peters. Ja, Erik, waarom komen de illegalen juist daar naartoe? Nou, er zijn 2 hele belangrijke hotspots hier in Moerdijk. Aan de ene kant heb je die parkeerplaats langs de A16. Ja, die is heel aantrekkelijk voor Albanese om daar op een vrachtwagen te springen. Dat gaat daar relatief makkelijk. Aan de andere kant heb je hier in Moerdijk toch ook een zeehaven. En er gaan hier tot 6 tot 8 keer per week gaat hier een schip richting Engeland. Ja, en dat is natuurlijk weer aantrekkelijk voor ja, met name ook de Eritreërs die zich dan toegang verschansen tot zo'n zeecontainer. Daarin gaan zitten en dan proberen om via die container in Engeland terecht te komen. Nee, wat zegt de gemeente? Ik neem aan dat ze niet zo heel blij zijn daarmee. Nee, de burgemeester is er absoluut niet blij mee. Wil absoluut geen tweede Calais hier. Hè. Dat soort toestanden wil hij absoluut voorkomen. Heeft ook vorige week al een brandbrief gestuurd richting de minister van kom hier het probleem zelf eens bekijken. Zowel op die parkeerplaats als hier in die zeehaven. En kom eens met eigen ogen bekijken hoe dat probleem ja, hier zich ontwikkelt in Moerdijk. Want het wordt een steeds groter probleem. De burgemeester wil kortom dat er snel iets gaat gebeuren. Ik heb natuurlijk eerder het signaal afgegeven richting de minister dat ik vind dat er de georganiseerde criminaliteit daarachter aangepakt moet worden. Dat kan ik niet op Moerdijks grondgebied. Die toezegging is er al. Er liggen al contacten met het ministerie, met onder andere politie, marechaussee. Dus ik ben blij met de voortvarendheid van hoe we dat probleem oppakken met elkaar. Maar ja, elke inklimmer of iedereen die wil reizen naar Engeland via een container hier op het industrieterrein is er één te veel natuurlijk. Ja, Erik, hoe gaat het eigenlijk met die mensen? Echt tientallen gaat het om. Ja, het waren er 32 in totaal. 25 zaten dus in die koelcontainer met die levensmiddelen die bestemd waren voor Engeland. Ja, die zijn toch kennelijk onwel geworden. Althans, een aantal van hen is toch tegen die buitenkant van die container gaan kloppen. En ja, zodoende heeft die chauffeur argwaan gekregen en zijn ze uiteindelijk toch allemaal opgepakt. En ja, een aantal van hen heeft inmiddels ook asiel aangevraagd, hebben we begrepen. De overige 7 die eerder vandaag zijn opgepakt, dat zijn Albanese. Dat zijn dus die inklimmers, dat zijn mensen die zich dus bij het maïsveld, bij de parkeerplaats zich verschansen en dan wachten hun kans schoon zien om op zo'n vrachtwagen te klimmen zo ook naar Engeland willen. Het gaat dus in totaal om 32 mensen ja, en al die mensen zijn inmiddels allemaal hier opgepakt. Dankjewel, Erik Peters vanuit Moerdijk.